Goeiedag, een nieuwe 10-daagse weersverwachting. We gaan maar eens kijken wat de trend is. Wordt het weerbeeld minder wisselvallig? Soms ziet het er best heel vriendelijk uit, hè? Zoals op deze foto, zon en stapelwolken. En dan is het ook heel aangenaam buiten, ondanks de wat lage temperaturen. Nou, die temperatuur die gaat de komende periode wel iets omhoog. Maar er vallen dus ook buien met grijze luchten. En dit zullen we ook deze dagen vaker gaan zien. De uitslagen van de examens zijn bekend. Vlag in de top, met daar de schooltas aan vast. Bij een grijze lucht, maar in dit geval schijnt hier toch echt wel de zon. Want geslaagd, en dat is natuurlijk heel mooi. Gefeliciteerd. Het weerbeeld dan. Ja, dat is nog steeds wel erg wisselvallig met die buien die overtrekken. Het zijn vaak lichte buien, maar soms zit er echt wel een stevige bui tussendoor. En ik heb eens de neerslagcijfers bij elkaar geraapt voor de eerste periode van juni. En dan valt er wel wat op, want er is echt wel een verschil in het land te zien. In de noordelijke helft van het land, daar is duidelijk meer neerslag gevallen dan in het zuidelijke deel. Met name in het zuidoosten, daar nog maar tussen de 0 en de 20 mm. Terwijl we hier in Groningen bijvoorbeeld al neerslaghoeveelheden zien ruim boven de 60 mm. En wat is normaal voor de hele maand juni? Nou, over heel het land valt er zo'n 60 tot 80 mm. Dus we kunnen zeggen dat hier in het noorden al op veel plaatsen die neerslaghoeveelheid is bereikt. En dat komt natuurlijk door die buien die daar overtrekken. Want ook vandaag en morgen zien we toch wel dat met name in die noordelijke helft wat meer buien gaan vallen. Pakken de weerkaarten er even bij, die pakken we op woensdagmiddag. Dan zien we nog steeds die noordwestelijke stroming met die aanvoer van buien. En vrijdag komt er een storing vanuit het westen opzetten. En dat betekent een bewolkte dag en periode met regen. En dan komen we uit in het weekeinde. Dan is er ondertussen een flink lage drukgebied ontstaan boven Groot-Brittannië. Dat lage drukgebied dat houdt ons weerbeeld dan ook in stand. En dat betekent ook in het weekend wisselvallig weer. Zaterdag en zondag gaan er toch best wel wat buien over ons land heen trekken. Bij wel iets hogere temperaturen, omdat de wind wat meer uit het zuiden gaat waaien. Dan zijn we die aanvoer van zee, daar zijn we wel van af. Maar ja, met die buien is er natuurlijk wel een heel grillig temperatuurverloop. Want als er echt een stevige bui overtrekt, dan daalt die temperatuur zomaar weer een paar graden. Al met al toch echt een wisselvallig weekend voor de boeg. En als ik de animatie nog wat in beweging zet, dan zien we begin volgende week dat we daar ook nog niet van af zijn. Want zowel op de maandag als dinsdag zien we toch vaak dat blauw met soms ook flink wat neerslag. En dat betekent dat het voorlopig wisselvallig weer blijft. Vanavond dan wolkenvelden, maar toch ook wel opklaringen. Temperatuur is laag, 11 tot 13 graden als de zon ondergaat. En de kans op buien, nou zeker in die eerste helft van de avond, wil ik niet zeggen dat die kans nul is, want hier en daar zal best nog wel een buitje overtrekken. Matige wind uit het westen tot noordwesten in de nacht. Dan wordt het fris met 5 tot 6 graden op sommige plekken. En dan morgen overdag, ja, vooral in het noorden nog wel die buienkans. In het zuiden valt het reuze mee. Ik denk dat dat best een aardige dag kan worden met wat zon, wat stapelwolken en de temperatuur van 18 of 19 graden. Misschien op een enkel plek wel 20 graden. Zeker niet uitgesloten. Wat natuurlijk opvalt is dat die wind morgen uit het zuiden tot zuidwesten gaat waaien. En dat betekent dus dat die temperatuur net even wat hoger kan gaan worden. Kijken we dan verder. Vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn toch weer wisselvallige dagen. Met name op vrijdag ook veel bewolking enige tijd als die storing passeert. En dan op zaterdag, ja, best wel stevige buien ook hier en daar. Temperatuur, die is op zich wel oké. 17 tot 19 graden is nog steeds een tikkeltje laag. Maar goed, in het zuiden, als het meevalt met die buien, kan dat makkelijk nog wel boven die 20 graden gaan worden. En zondag, dat is ook een dag met buien. En dat betekent dat als u bijvoorbeeld zondagmiddag die voetbalwedstrijd wil gaan kijken van het Nederlands elftal buiten, dat het toch wel verstandig is om een partytent neer te zetten of een zeiltje te spannen. Want ik durf niet te zeggen dat het droog blijft. Nou, nog even naar de temperatuurprofiel dan voor de komende periode. Dan zien we wel dat we rond die 20 graden gaan blijven vanaf het weekeinde en ook begin volgende week. Er zit zelfs een klein beetje marge richting de 25 graden aan het eind van de pluim, maar dat is nog wel heel ver weg hoor. En dan moet er nog zoveel gebeuren. Het is nog maar even afwachten of dat gaat gebeuren. Maar het zou wel kunnen. En laten we eerlijk zijn, heel veel mensen zijn er ook wel aan toe aan wat hogere temperaturen. Nou, dit is ook een plaatje waar we niet al te vrolijk van worden, maar wat ik wel moet laten zien. Want ik gaf al aan dat het wisselvallig blijft. Nou, kijk eens naar het weekend. Neerslagkansen ruim boven de 75%. Maar ook de dagen erna zitten we echt wel ruim boven de 50%. Met andere woorden, dat zijn toch allemaal wel dagen dat die paraplu vaak nodig is. Zie ik een lichtpuntje? Nou,
ook weer op die hele lange termijn lijkt die neerslagkans wat lager te gaan worden. Maar nogmaals, dat is allemaal erg ver weg. Geniet er dus van de momenten dat het net er even wat vriendelijker uitziet buiten. Dat het zonnetje schijnt. En misschien dan ook geleidelijk aan wat hogere temperaturen. Nog een fijne dag.